warm zomerweer hebben we voorlopig eventjes gehad. Dat hebben we afgelopen week al gemerkt. De verkoeling ging gepaard met regen, soms heel veel regen, fikse buien. Er zat ook nog wat onweer bij. De foto die is gestuurd, die is van Jan Besseling. En dan kunnen we ook zien dat er alweer wat meer stroming is in de rivieren en overal. Dus wat dat betreft heeft het water de natuur ook goed gedaan. We staan hier in de DKL-party-tent en dat is als een klein tuinfeestje begonnen. Uitgegroeid tot een groot evenement. En naast mij staat Cas Bonges, mede-organisator. Cas, wat gebeurt hier allemaal? Nou, we gaan vanavond vieren dat we 30 jaar bestaan. Vanavond is er een grote tent, twee podia, één dancepodia en een live podia. Bands erin, DJ's erin en we gaan knallen. Het weer ervoor ziet er niet ongunstig uit, want de vrijdag vandaag hebben we te maken met toch wel redelijk wat zon in de middagperiode. Er viel nog een enkel buitje, maar de temperatuur die is normaal voor de tijd van het jaar van rond de 21 graden. Nou, vanavond hebben we ook droge omstandigheden, en komende nacht ook. Dan in eerste instantie koelt af naar een graad of 14. In de loop van de nacht komt er vanuit het westen wat regen naar ons toe en daar hebben we op de zaterdagochtend vooral mee te maken. Kan soms even lekker doorregenen. Ik verwacht een millimeter of 10 gemiddeld aan neerslag. Want zaterdagmiddag dan wordt het vanuit het westen langzamerhand weer wat droger. En eind van de dag hebben we zelfs nog weer de zon er eventjes bij. De temperatuur blijft wel iets zachter omdat de wind wat meer noordwestelijk is. En komt dan niet verder dan een graad of 18 tot hooguit 19. En je hebt de vrijdag aan, maar de zondag gebeurt er ook nog wat. Ja, op zondag is de familiedag. Hebben we voor de kleinste jeugd Jackie de Clown. En voor de iets oudere jeugd hebben we een duo Beat Crooks. Dat is een DJ-duo die afgelopen week nog op Defcon heeft gestaan. En eigenlijk heel aantrekkelijk is voor de jeugd. Voor de iets oudere mensen hebben we daarnaast Trip to Trip en Verrassie Your Seatbelt. Dat zijn twee bands die de eerste 10 jaar van de Dakloos Party eigenlijk steengoede coverbands waren in de buurt. En die zijn nou teruggekeerd voor een reunie. Zaterdagavond is het dan droog en ook in de nacht naar de zondag als het dan afkoelt naar een graad of 13. En zondag is er iets meer zon dan op de zaterdag, vooral in de ochtendperiode. In de middag komt er een zwak frontje over, er zit een klein beetje neerslag op en daarna hebben we de zon er ook weer wat meer bij. Temperaturen komen dan ook wat hoger uit, zo rond de 20 graden bij een wind die dan matig is uit westelijke richtingen. Maar na het weekend dan gaan de temperaturen weer verder omhoog naar zomerse waarden. Goed gaan.